In het kader van het Nationaal Preventieakkoord is het Erasmus Museum een voorhoedersziekenhuis. Goede zorg proef je, zo heet dat programma. En daarom sta ik hier vandaag naast een healthy fridge. En praat ik over gezonde voeding met Koen Joosten. Hij is kinderarts bij ons en hoogleraar. En praten we ook over de verbinding tussen gezonde voeding en duurzaamheid. Koen, jij bent hoogleraar voeding voor kinderen. Hier bij ons in het Sophia Kinderziekenhuis. En jij hebt je heel hard gemaakt voor deze healthy food wall. We kunnen het bijna zien, maar hieronder staat healthy food wall. Waarom heb je dat gedaan en wat dreef jou daarmee? Nou, wat mij drijft is eigenlijk dat ik enorm ga voor gezondheid. Want gezondheid begint eigenlijk al bij de zwangere vrouw en zet zich door in de eerste levensjaren. Ja. En ik denk dat wij als kinderziekenhuis het goede voorbeeld moeten geven door gezonde voeding te promoten. Ja. En gezonde voeding in alle aspecten, maar ook in het aspect van duurzaamheid. Ja, want ja, hoe zit dat dan? Het belang van gezonde voeding, dat onderkennen we. En het is ontzettend goed dat jij je er hard voor maakt. Hoe maken we de link naar duurzaamheid? Nou, de link met duurzaamheid is eigenlijk heel eenvoudig te maken. Dat zit in allerlei aspecten. Bijvoorbeeld, wat is het assortiment? In deze healthy food wall zit 100% vegetarisch, dus plantaardige voedingsmiddelen. En we weten dat de CO2 footprint van vlees mega groot is. Ja. Daarnaast, een tweede aspect is zeg maar in duurzaamheid zijn de verpakkingen die je daarin kan bedenken. Ja. Het derde aspect is het afval. Zeg maar, deze firma zorgt dat met minder dan 10% uiteindelijk niet verkocht wordt. Ja. Het vierde aspect is ook hoe wordt het aangeleverd. We kiezen ook in het Erasmus, in ons voedingsconcept, heel erg voor lokaal. Ja, absoluut. En als het niet van lokaal komt, hoe zorgen we ervoor dat de transportkosten van hoe het hier aangeleverd wordt zo min mogelijk zijn. Dus allemaal aspecten van duurzaamheid komt eigenlijk in deze koelkast, noem het maar zeggen, of snackautomaat mag je het noemen, komen terug. Daarom is het ook lekker? Heb je het geprobeerd? Ja, ik heb het toevallig van de week had ik dienst en toen heb ik deze salade op. Ja. Een tempeh met groentesalade. Er zit een heerlijk sausje bij. Nee, ik kan hem enorm aanraden. Ja, echt vers en lekker en goed. Koen, ik vraag ook altijd om een duurzame tip. En als het dan gaat over voeding en duurzaamheid, wat zou jouw tip zijn voor Erasmus MC'ers, maar misschien ook voor ouders met kinderen? Een duurzame tip voor het Erasmus, maar ook voor thuis. Ik denk aan een restjesdag. Een restjesdag. Want we gooien zo ontzettend veel weg met elkaar. Zowel hier in het ziekenhuis als thuis. Ja. Maak een restjesdag. En bedenk dat die restjesdag bijvoorbeeld met die groente is die je overhoudt. Maak er een lekkere soep van. Maak er een andere, bijvoorbeeld ik ben heel erg van het Indisch koken, een Indisch gerecht van. Dus de restjesdag één keer per week, dat is tip 1. En 2, probeer ook iedere week wat minder vlees te eten. Ja, mooi. Heel inspirerend. Koen, dankjewel. Ja.